Ja, welkom, lieve mensjes. Hé, zijn we weer. Yes. Pauze voor de camera. Hey. We hebben geen camera, maar dat maakt niet uit. Nee, ja, we zijn er weer, dinsdagavond. Ja. Een beetje ons avondje aan het worden. Liefst dit weekend, maar dat lukt niet. Dat lukt niet altijd. Nee. Ja, ik wil eigenlijk even beginnen met, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik heb bijpassende kleding aan. Dan wil ik even zeggen, dit is niet voor de kijker natuurlijk, maar waar zou ik deze gekocht hebben? Ja, ik weet het, ik wist het wel. Bij Joren. Bij Joren, ja. Ja. Zelf nadenken. Zelf nadenken. Dat is belangrijk. Ja, dat is zeker in deze tijd, met zoveel nieuws, om je heen is dat best belangrijk, vind ik. Dat je eigenlijk eerst zelf gaat denken. Maar als jij dus het nieuws aan hebt, dan laat je iemand anders voor je denken. Ja, dan wordt er voor je gedacht. Ja. Nee, maar ik vraag hoe het met je gaat. Dat interesseert me natuurlijk eigenlijk niet zoveel. Nee. Maar het was een beetje een opzetje naar, naar het eerste dingetje waar ik eigenlijk met jou wil bespreken. Ja. We hebben het er van de week ook over gehad. De mensen. Ja. Ik vind het nou leuk. Ja. Mensen je aanspreken. Weet ik veel, een winkel of zo. Of de markt. Zijn we wel eens. De markt. Ja. En dat ze dan vragen, hey, hoe gaat het met je? En dat je dan zegt, goed. Maar dat je dat niet terugvraagt. Nee. Nou, dan balen ze even. En dan is een soort van ook een ongemakkelijke sfeer. Ja. Maar niet voor ons. Nee. Want waarom, waarom vraag je dan niks terug? Nou, omdat ik niet altijd hoef te weten hoe het met diegene gaat. Dat is maar een goeie. Dat die eerlijkheid, die wordt meestal niet gewaardeerd. Ja, of wordt gezien als arrogantie. Ja, precies. Maar eigenlijk wordt de eerlijkheid niet gewaardeerd. Maar eigenlijk is het niet eerlijk tegenover de persoon die het vraagt. Dat jij interesse gaat tonen terwijl dit niet is. Juist. Dat vind ik nog erger. Ja. Dus dat jij een soort gemaakt iets gaat spelen omdat het hoort. Of zo. Nou, we zijn de laatste tijd niet zo erg van dingen doen zoals het hoort. Nee. Of niet, ja, dat je dingen zou moeten doen omdat iedereen dat doet, bijvoorbeeld. Ja, op de eerste plaats moet je helemaal niks doen. Wij denken liever zelf na. Ja. Nee, maar ik heb dit gesprek serieus een paar dagen geleden met mijn moeder ook nog gehad. En toen zei ik ook, dat legde ik het uit, weet je wel, van als je in de supermarkt of weet ik veel, op een bouw of ergens anders. En dat best wel vaak voorkomt ook. Want eigenlijk de mensen die vragen hoe het gaat, die hebben zelf heel veel te vertellen, weet je wel. Die willen het liefst. Vaak wel. Vaak, nou echt, ja. Die willen hele dingen vertellen. Ja, en mijn broer is zwanger. Of weet ik veel. Of hey man, mijn vriendin is net bevallen. Ja. Maar dat is het ook. En het is op zich oké, weet je. En mensen die moeten ook hun verhaal kunnen doen. Maar het moet niet bij iemand zijn die daar op dat moment niet open voor staat. Nee. Weet je, en dat is ook wat ik een beetje, wat jij denk ik ook wel probeert duidelijk te maken. Dat als jij niet die oprechte interesse kan tonen, dan vind ik dat je beter het gesprek niet aan kunt gaan. Nee. Want het is nep. Het is nep. Weet je, en zo iemand heeft daar niks aan. Nee. Maar het kan wel een soort van zijn verhaal kwijt, dus. Ja, maar zijn energie is goed verbruikt, zeg maar. Alleen die van jezelf niet. Maar als jij er niet lekker in zit op dat moment. Nee. En weet ik veel, misschien heb je wel haast. Ja, je kan het gewoon even. Kijk, niet dat je heel vaak haast moet hebben, want dat is ook niet goed. Maar, nee, maar je kan wel eens even die winkel inschieten, weet je. Dan denk je, shit, moet even wat hebben, bijvoorbeeld. Nou, als ik even in de supermarkt loop, gewoon mij niet bellen. Ik heb echt geen zin om met mensen te praten als ik in de supermarkt tegenkom. Het is gewoon even jouw tijd. Ja, dan ben ik gewoon even lekker het dingetje aan de. En soms ga ik ook gewoon ontwijken. Dun, 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 dun. Echt waar. Echt. Een 007'tje. Ja, dat heb ik eigenlijk met heel veel mensen. Die ga ik gewoon, gewoon in zo'n schap staan of zo, weet je wel.
In de koeling. In die auto bij de ingang. Ja. Wegwezen hier. Nee, maar ik heb daar gewoon geen zin in. Ik heb gewoon geen zin om... En het is voor mij ook helemaal niet nodig. Voor mij is het niet nodig. Zeg maar. Ja, ik denk als je dan... Als je die mensen niet tegen was gekomen, had je ze ook niet een keer opgebeld om te vragen hoe het met ze gaat. Nee. Snap je? Dus ja, waarom zou je dan de lege opmerking maken van, oh, hoe gaat het met jou? Ja. Nee, dat heb ik niet. Nee, misschien heb ik het wel met mensen die ik echt al de hele tijd niet heb gezien, maar waar ik dan vroeger echt goed mee was. Zeg ja, maar als je het vraagt, is het oprecht. Ja. Snap je? Op dat punt zijn we nu. Ja. Dus dan is het ook niet erg. Nee, vorige keer bij het AVO wist ik dan nog. Toen vroeg ook zo'n gozer dat. Hey man, hoe gaat het? Ik zei, ja goed. En toen was er niks meer, weet je wel. Kut, en dat was een van de eerste keren. En waarschijnlijk krijg je dan weer zo'n verhaal van... als je het dan terugvraagt, hoe gaat het? Ja man, het is woensdag. Het is gehaktdag. Breekt die week door midden. Ja. Het is bijna weer vrijdag. Mijn hamster ligt op sterven en... Ja, dus het is allemaal kut. Dus, maar dat is wel een mooi bruggetje naar... Sorry, ik onderbreek je. Schat, mijn fiets te binnen. Oh. Daar gaan we. Je zei net bouw. Maar dat is ook wel mooi, hè? Dat als je dan maandagochtend gewoon goed gemutst op het werk komt... Die hebben we vaak gehad, van de week. Vorige week maandag. Dat je de lift instapt en dat je zegt... Hey, goedemorgen, we mogen weer, hè? En dat ze dan zeggen... Nou, bijna vrijdag. Ja. Weet je. Ja, die hebben we drie keer gehad, denk ik, vorige week maandag. Pleur op, man. Dat is ook echt zo van, ja, oké, ik ga wel even in deze hoek van de list staan. Ja. Doei. Maar er kwam vorige keer wel iemand naar me toe, die zei, ik moet even een grapje maken, want je kijkt zo serieus. Dat is leuk. Ja. Nou, ik stond gewoon in mijn focus, weet je wel. Ja. Ik ben focus, werkfocus. Maar weet je, dat is een hele andere energie. Dan dat mensen op maandagochtend al op hun werk komen. Dat ze eigenlijk al er helemaal niet willen zijn. Nee. Dus dan ga je iets Maar dan moet je toch keuzes maken? Ja, je gaat iets doen voor je bijna je hele leven lang. En dat vind je dan niet leuk. We leven in een tijd... Soms vind je het leuk. Waarin de werk in overvloed is. Ja, sommige mensen geloven het niet. Maar ga gewoon ergens anders proberen. Ja. Wat doe je hier nog? Weet je wel? Ik denk dat ik wel een schoolvoorbeeld ben van iemand die alles wel geprobeerd heeft. Ja. Tenminste, in ieder geval veel dingen. Ja, op de ene plek blijft belangrijker dan de andere. Ja. Maar dat hangt wel af van of ik het naar mijn zin heb of niet. Ja. Weet je, ik ga niet ergens 10 jaar blijven omdat ik de rekeningen moet betalen. Uiteindelijk moet het wel betaald worden, maar je kan rustig gaan zoeken naar iets anders. Maar als jij ongelukkig bent op een plek... Maar dat helpt je dat niet is toch geen doen? Dan sta je gewoon stil in het leven. Dat helpt je niet verder. Zeker niet. Maar, wat wou ik zeggen? Oh ja, er was vanmiddag, of gisteren was dat. Die zei ook, hey, gaan jullie nou al naar huis? Toen was het 2:30 of 3:00 of zo. Oh ja. Hij zei, wij gaan nu naar huis. Hey, kan ik bij jou komen solliciteren? Oh nee, dan moet ik werken. Ja, precies. Ja, die werkt dan voor een groot bedrijf. Ik denk zelfs voor de hoofdaannemer. Ja, voor de hoofdaannemer. Ja, dat zijn zoveel poppetjes. Ja. Dus dat zijn ook gasten die natuurlijk makkelijk de dag doorkomen, laat ik het maar op zo zeggen. Hier hebben we dus vorige week ook een gesprek over gehad. Het wordt niet meer, dat is misschien wel iets anders, maar er wordt niet meer gekeken naar wat er gedaan wordt op de vloer, maar hoe lang je op een bouw bent, weet je wel. Ja, dus ze hebben liever dat je 7 tot 4 bent. Ja, en dat je gereden dat er doet. Bijvoorbeeld 10 meter gelegd is, dan dat wij... Oh nou ja, laten we even dat je 12 meter legt en dat je om 2 uur al naar huis gaat. Ja, precies. Dus dan met die 12 meter heb je alles gedaan. Ja. Daar wordt dus niet naar gekeken. Nee, daar wordt niet meer naar gekeken. Ze willen gewoon dat je zo lang... Ja, dat vind ik wel jammer. En dat is dus ook wat ik bij jou zo relaxed vind. Dus als het goed is, is het goed. Ja. Weet je wel? Ja, ik heb van tevoren meestal een soort van planning. Ja, precies. Van dat willen we halen. En dat benoem je heel vaak ook nog. Van jongens, nou, bla bla, dit moet erin. Ja. Weet je? Nou, en als we dat dan halen, en het is 2 uur, dan is het ook goed. Ja.
En dan bij een grote aannemer wordt er dan gezocht van, oh, je hebt nog 2 uur over. Ja, je kan nog dit doen. Je kan nog even dit doen, je kan nog even daarheen. Je kan even, terwijl je eigenlijk helemaal gesloopt bent. Ja. Tenminste, helemaal gesloopt. Je hebt gewoon keihard voor gewerkt om die tijd klaar te zijn. Nou, ik denk niet dat hun gesloopt zijn aan het eind van de dag. Nee, maar omdat dat... Die gasten. Maar ik begrijp ook ergens wel dat het... Dat je dat niet kan instellen in zo'n groot bedrijf. Even een slokje hoor. Ja. Nee. Snap je? Nee, hij is lastig. Wij zitten natuurlijk veel dichter op wat we zelf doen. Ja. Als je in een bedrijf van 50 man zit en je zegt van jongens, als het werk af is, het mag geen huis. Ten eerste, ja, hoe gaat het werk er dan uitzien? Ja, je moet eigenlijk per groepje of per 5 moet je gewoon eentje een voorman hebben. Dat moet je eigenlijk hebben. Ja. Want dan, en die is dan, die krijgt dan net iets meer betaald. Wat vaak de issue is, is dat ze als ze zien van, oh, je hebt het toen om 2 uur afgekregen. Ja, dat is ook nog iets, ja. Dan krijg je die. Ja. Daarom zijn ze, is ze in het, een paar jaar terug, want toen was jij nog niet in beeld. Ik weet even niet wanneer dat was, maar toen zijn er wel een paar stafeerders boos mee geworden ook. En dat je te hard werkte? Ja, dat ik... te snel was. Dat ik te snel was. En dat het ook nog allemaal goed was. En dan kwam Maasdam, die had weer zo'n soortzelfde klusje. En toen moest iemand anders het doen. Ze zei, hey, Danilo, die kreeg het binnen een dag af. Waarom krijg jij het niet af? Dan gingen ze zeuren, weet je wel. Ja. Dat is echt gebeurd. Ja, maar dat geloof ik echt wel. Dus, maar goed, ja, net zoals wat we vorige week hadden besproken met mijn moeder en toen mijn vader nog was. Mm. Weet je wel, dat ze toen ook vaak ruzie hadden gehad om... Ja. Dat ze niet gekeken hadden naar wat er gedaan was, maar hoe lang je er bent geweest. Ja. Maar dat heb ik dus ook soms, nu tegenwoordig. Betekent wel dat je goed bezig bent, vind ik. Maar goed, ik hou mijn poot iets meer stijf als mijn vader, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit meegemaakt. Dat, ik zat toen nog niet... Dat zat voor jou toen ook achter de schermen natuurlijk, een beetje. Nou, ik hou in ieder geval gewoon stijf. Nou, je blijft bij je standpunt. Je weet gewoon wie je bent en wat je doet. Ja. En we doen het goed. En dat draait. Ja. Nou, nu even slokje. Ja. Dan lees maar even iets op. Ja, maar dat voelt weer zo gemaakt. Maar dat is dus de mentaliteit van een beetje... Wat vind jij van de mentaliteit? Van zo'n mentaliteit? Ja, van zo'n mentaliteit. Als de maandagochtend, ik hoop dat het vrijdag was, ja, hoe kan je het makkelijk van je afzetten, zeg maar? Ik weet het van mezelf dat ik dat heel goed kan. Ja, ik hoor het niet. Ja, oké. Okay. Maar dat komt omdat het natuurlijk bij mij... zal het andere dingen spelen. Maar ik kan het nu wel, als ik zo iemand aanhoor. Vroeger, toen ik jonger was, toen ik echt net begon met werken, toen was ik nog een beetje zo'n meelopertje, weet je wel. Ja. Meepraten, toen ging ik dat ook zeggen. Weet je. Het leven is kut. Het leven is kut. Ja. Lange tijd gehad. Ja. Nee, maar, en als ik het nu aanhoor, nu voel ik wel meer dat ik... Op je eigen bent. Op mezelf sta. Ja. Weet je wel, maar dan ook echt letterlijk op mezelf sta. Ja. Dus alleen sta in wat ik daarvan vind. Ja, nou ja, maar het is denk ik ook wel lastig als jij in zo'n bouwlift staat en er staat 5 man. En dan zegt er één iemand, jezus jongen, het is maandag. Het is bijna weer vrijdag. Ja man, het is bijna weer vrijdag. Dan is ik sta nu wel dusdanig sterk in mijn schoenen dat ik dan kan zeggen van, ja maar jongens, we mogen weer. Hè? Ja. Nee, maar ik bedoel, het is voor de jongens die opkomend zijn, zeg maar, is het lastig in de bouw om positiviteit te blijven. Het is natuurlijk wel zo'n omgeving. Ja. Waarin de stagelopertjes, om het zo te zeggen, natuurlijk wel zo op een bepaalde manier gekneed worden. Met de gasten die, nou, we hebben vorige keer ook over gehad natuurlijk, de 5 mensen die dichtbij je staan. Nou, je werk... Dat is denk ik toch wel 60-70% van je tijdsindeling. Ja. Van je dag. Nou, als je dus met die mensen elke dag bent. Ja.
dan is het natuurlijk niet gek dat je daardoor aangetast wordt. Nee. Kijk, het hoeft natuurlijk niet, maar het gebeurt wel makkelijk. Ja. En zeker als je, net als ik, wat vroeger wat onzeker was, dan kan je daar makkelijker in meegaan. Ja, dan heb je ook nog eens van die reclames, weet je wel, op de radio. Als zij aan de quinoa-salade zitten, dan zit jij aan je broodje frikandel. Ja, want jij bent een echte werker. Jij bent echt een werknemer. Dan eet je broodjes frikandel en ga je op vrijdag helemaal naar de kloten. En zaterdag. En zondagmiddag. Nou, dat is dus niet het leven. Nee. Zo hoort het leven niet te zijn. Zo mag het leven ook niet zijn. En zo hoor je hem ook uiteindelijk niet zelf in te vullen, vind ik. Kijk, het is natuurlijk wel een statement die je daar maakt. Maar die je ervoor moet zeggen voor... Het is niet hoe jij het leven ziet. Nee. Maar het is sowieso ik geloof het zelf, hoor. Ik denk ook dat dat niet is wat het leven is. Maar dat is toch niet het leven, jongens. Het is toch niet... Maandag starten we. Dinsdag gaat weer. Woensdag breken we de week. Donderdag een biertje in de kantine. Ja. Maakt niet uit waar. Dat is gewoon standaard, geloof vrijdag. Ik. En dan vrijdag is het de vrijmibo. Daar heb ik zo een hekel aan dat woord. Nou, ik heb bij eentje gewerkt. Daar was het elke dag. Die hadden eigenlijk elke dag vrijmibo. Mamibo, diebibo. Die hadden een eigen café boven in het pand. Woebibo. Nee, man, dat is echt... Ik heb zo'n hekel aan... Prima als je doet, maar ik heb gewoon een hekel aan het woord. Dat is zelfs zo erg. Net zoals gasten, die hadden daar op kantoor in de la. Dus gewoon een keteltje eens staan. Ja. Nee, maar ik weet niet. Ik vier niet mijn weekend of zo. Ik vier gewoon de dag. Maakt niet uit. Dat heb ik ook al echt vaak gezegd. Dat het mij niet echt uitmaakt welke dag het is. Nee, dat zei je toen ook tegen die gozer in de lift. Ja. Het maakt voor mij niet uit welke dag het is. Nee. Of het nou maandag is, zondag. Er bestaat geen weekend. Donderdag. En dat heb ik ook al eens tegen Laura gezegd, of tegen mijn moeder. Ik zeg, als wij op vakantie gaan, dan leef je een soort van naar vakantie toe. Maar als ik een nieuwe klus krijg, dan leef ik ook een soort van een nieuwe klus toe, weet je wel. Daar gaat dezelfde energie heen. Ja. Dat is dus, de keuze die je maakt, waar besteed je inderdaad die energie aan. Ja. En ik vind dat weekend vieren, weet je wel, dat vind ik zo... Dat moet je niet nodig hebben. Vind ik. Nee, maar dan kom je denk ik weer terug op... Zit je wel op je plek waar je je week mee vult. Ja. Snap je? Ja. Nou, niet. Niet heel veel mensen zitten daar, denk ik. Nee. Te weinig. Ja. Want als je mensen zegt van... hier heb je 2 ton. Dan stoppen ze per direct met werk. Ja. Heel veel mensen wel, in ieder geval. Dus dat is een beetje jammer, vind ik. Maar dan krijg je dus ook die situaties op de werkvloer. Weet je wel, die zeggen van maandag, oh, we moeten weer. Mm-hmm. Terwijl als hij stond waar zijn passie ligt, dan had hij dat niet gezegd. Nee. Want dan had hij yes, weet je wel. Ja. Mogen weer. Maar dat is hetzelfde, dat wij natuurlijk... Nu hier zitten. Ook nu hier zitten, ja, klopt. Maar ook dat wij bijvoorbeeld 6:15 al op het werk zijn en meteen naar boven gaan. Ja. Omdat wij niet op een 7-4 klok zitten. Nee. Want dan kom je anders aan. Oh, het is 6:50 morgen. Kan je nog een bakje doen? Of een peukje doen? In de oude slaap. Even op de klok kijken. Oh nee, nog steeds geen 7:00. Nee. Nou, 7:00 ga ik even mijn auto uit. Ja. Dan moet ik even scheiden. Ja. Want ja, we zitten nu in de basistijd. Ik heb daar inderdaad ook over gehoord. Inderdaad, dat mensen... Die gaan dan om 4:15 scheiden, weet je wel. En dan zitten ze tot 4:00 en dan gaan ze pleiten. Ja, Nee. Ik kan me daar niet in aarden. Jij ook niet, gelukkig. Nee. Maar we doen dus nu. Eigenlijk, ja, als ik voor mezelf spreek, doe ik... Kijk, ik heb ook wel een keer een kutdag. Net zoals gisteren en eergisteren. Dan heb ik gewoon... knijter, koppijn en zo. En dan zit het gewoon niet allemaal... Het zit dan niet mee. Dus ik heb ook echt wel eens een kutdag. Maar van de 100% ben ik 90-95% ga ik met goede energie elke dag weer van start, zeg maar. Mm. En dat is
met mijn werk. En dat is ook met YouTube en nu met Spotify en de podcasten. En dat is ook gewoon terug te zien in de cijfers. Ja. We zijn net een paar maandjes bezig, 141 volgers. Leuke reacties. Leuke reacties van families. Gelukkig ook kritische reacties. Ook kritisch. Weet je, stel gewoon je vragen. Ja. Nee, maar ook als je iets leuk vindt, dan kom je er uiteindelijk ook verder in, weet je wel. Ja. Dan blijf je niet hangen. En ja, dat is wat de meeste mensen wel hebben. Die blijven hangen. Die gaan weer het weekend in, die vrijmibo. Dan is het zondag weer een Turkse pizza bestellen en weer kut. En dan is het maandag weer hetzelfde liedje. Die blijven hangen en die komen moeilijk verder. En het risico nemen is ook moeilijk. Dus zoeken naar je passie is ook moeilijk. Het risico nemen is niet moeilijk. Nou ja, als je... Alleen het beangstigt, omdat het onbekende is. Ja. En ja, voor mij was de stap zzp'er worden vrij makkelijk, omdat ik al een maand of twee werk had staan. Maar alsnog duurde het wel vrij lang voordat ik die keuze gemaakt had. Ja. Maar dat was natuurlijk voornamelijk voor mij omdat... Ja, ik moest dan natuurlijk gaan vertellen waar ik op dat moment werkte, dat ik wegging en dat vond ik moeilijk. Ja, dat is echt moeilijk. Dat zijn allemaal van die dingen. Maar ja, als ik er nu over nadenk, denk ik van ja, volgens mij leef ik voor mezelf. Ja. Waarom maak ik mij druk over de mening die een ander misschien over mij heeft? Want dat is het vaak. Ja. Vaak. Wat denkt hij? Even goed zeggen, ga je erover nadenken van, oké, hoe zou diegene misschien kunnen reageren? Ja. Nou, dat is best wel een normale gedachte, denk ik. Maar die moet niet heersend zijn. Maar daar kan je wel door laten leiden. Ja, precies. Nou ja, dat is denk ik wel inderdaad een normale gedachte. Alleen dan kan je inderdaad, als dat uiteindelijk gaat heersen, dan neem je dus geen beslissing. Nee. En dan laat je je leiden door de mening van een ander. Precies. En dan rij je zo weer naar kantoor of naar de bouw of waar je ook zit. Maar ik wou dus net nog wat zeggen, maar dat ben ik dus even vergeten. Nee, ik weet het niet meer. Waarom hebben mensen ook zo snel een mening over een ander? Ja. Ik weet niet. En dan zonder er al te veel over nagedacht hebben. Dat is misschien of jaloezie. Afgunst. Afgunst, dat is ook een hele mooie. Nee, dat... afgunst staat wel op 1, denk ik. Jaloezie op 2. Maar en mensen hebben ook graag een mening. Wij zijn hier om elkaar te helpen. Niet om iemand af te kraken of ruzie te schoppen of weet ik veel wat. Zo zie ik het dan. Onzeker. Onzeker. Is dat zeker op 3? Misschien. Nou ja, wat ik nog wou zeggen over die passie in je werk, zeg maar. Als jij 100% achter je keuze staat, je hebt de passie en je steekt er energie in, dan zal jij altijd je doel halen. Altijd. Ja. Er zijn honderden voorbeelden. Die mensen die zelfs van helemaal niks komen, uit de goot komen. En die nu een miljoenenbedrijf, als dat je doel dan is. Eyes on the goal. Behalen, zeg maar. Ja. Dus je hebt alleen jezelf nodig. Een doel. En 100% inzet. En een doel. Doel. Ja. Meer heb je niet nodig. Je hebt geen andere mensen nodig. Dat komt allemaal later. Toch? Hetzelfde met sport. Ja. Als jij met golven niet weet waar de hol is, waar moet je dan heen slaan? Ik zou gewoon rechtdoor... Ja, gewoon rammen. Ja. Nee, maar het is toch zo? Komt-ie! Het is misschien wel een keer leuk om te doen, de golven. Ja. Op zo'n hele grote baan. Ja, Nieuwveen. Alfa, Nieuwveen, maakt niet uit. Ja. Nee, leuke... Side note. Leuk bruggetje. Hij schijnt in Reeuwijk zo'n open golfbaan. Kun je gewoon huren voor een... Oh ja? Volgens mij kan het niet in Nieuwveen. Oké. Ook niet in Alphen. Het is
waarschijnlijk nog best lastig te zijn. Dan moet je allemaal lid zijn. Dat zei ik nog. We hebben geen knaak, jongen. Ik ben lid. Dikke akka, veel grip. Ja, toen lachten ze mij uit. Nee, maar... Nee. De laatste tijd, meningen van anderen. Ja. Gaat zo op de prullenbak in. Nou, het lijkt alsof ik van boter ben. Het glijdt er zo af. Ja. Nee, dat maakt me niet zo heel veel. Vroeger maakte ik me wel heel druk om. Maar, komt u weer? Dat kwam ook uit onzekerheid. Ja. Bij mij ook. Maar zijn we allemaal niet gewoon heel onzeker en vindt de een niet gewoon eerder zijn rust dan de ander? Ja, misschien wel. Er is denk ik niemand zeker geboren. Dat kan ook niet. Nee. Je kan ook niet zeker zijn. Alleen ik denk dat de een meer acceptatie heeft in het onbekende dan de ander. Ja. Ja, heel veel mensen die denken ook... Zo, jij bent een fanatiek sport, je hebt een sixpack. Dan ben je vast heel zeker. Maar dat is niet... Je wordt niet van een sixpack zelfverzekerder. Wij zijn wel een mooi voorbeeld. Jij zegt dat dan wel eens tegen mij. Dat ik me druk maak om kleine dingetjes. En dat jij dan zegt van, ja, kijk hoe je eruit ziet. Ja. Ja, maar dat doet dat niet voor mij. Nee. Nee, maar heel veel mensen denken dat natuurlijk wel. Oh, jij hebt een sixpack of weet ik veel wat. Jij bent heel zeker van je zaakjes, hè? Ja. Maar dat is niet per se... Dat is niet wat jou maakt. Nee, precies. Nee. Daar zit niet die zelfverzekerheid in. Het is een onderdeel van. Ja, dat wel. Want jij kan je zeker voelen in de discipline die je daarvoor hebt. Ja. Dus dan gaat het dieper. Ja. Dus het uiterlijk is dan de laag 1. Maar je zekerheid komt uit laag 4. Ja. Zeg maar. Nee, dus dat is niet, dat zijn verschillende, dat zijn meer factoren, zeg maar. Maar ik denk, ik denk wel dat er veel mensen mee zitten, zeg maar, dat. Met een mening van een ander. Ik denk dat veel mensen daar last van hebben. Ik heb vooral last van de mening van mezelf. Ja. Over mezelf. Ja. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen daar dus wel daarom mee... Dus dat die van een andere mij niet zoveel doen meer. Nee. Ik heb het al druk genoemd met mezelf. Ja. Nee, maar krijg je nog echt meningen dan? Het is maar of je het wil horen, denk ik. Ja. Ik denk dat dat wel een groot verschil maakt. Als jij natuurlijk vatbaar bent voor, ja, dan zal je het veel vaker horen en zien. Maar als jij het gewoon als iets ziet van, lul maar in het een, ja, en het doet je niks, dan heb het niet diezelfde lading, denk ik. Nee, ja, ik hoor eigenlijk, nee, ik weet het niet. Ik hoor ze niet. Nee, maar ik denk dat niemand tegen jou zou zeggen van, nou, ik vind je echt een lul. Ja, ik zeg het wel, maar... Ja. Nou ja, ik weet niet. Ja, mensen mogen het wel denken. Ze mogen het ook zeggen. Ze mogen het ook zeggen. Ja, zeker. Maar ik ben het er niet mee eens. Nee, alles kan kapot. Alles kan kapot. Hoes. Ja. Nee, maar moeten mensen lekker zelf weten, toch? Kijk, als mensen dat vinden, ja, prima. Maar dan mag ik jou als niet. We zijn open voor discussie. Ja. Nuance. Ja. We hebben wat geleerd. Ja. We brengen de nuance terug. Yo, man. Freske. Hey, maar wat is de planning verder nu? Pretje vraag. Nee. Maar, ja. Ik denk dat ik mijn laatste slokje thee ga nemen. Ja. Dat vond ik wel weer een mooi gesprek. Echt? Hoe lang zijn we bezig? Half uurtje of zo. Ja. Staat er nog iets op het plaatje? Dus ik nu moet ik helemaal knippen. Waarom? Ja. Hoe sta jij zelf in het leven? Dus de afsluitende... Wil je een afsluiten? Nee, dit is de slotvraag. Oh. Hoe sta jij in het leven? Ik wil gewoon elke podcast doen. Hoe sta je op dit moment in het leven? Hoe sta ik op dit moment in het leven? Nou, ik sta er wel vol in. Met mijn volle 82,5 kilo. Dus
sta ik erin. Ik dacht dat je procent ging zeggen. Nee. dat is nog eentje die we moeten even terug... kunnen we dit helemaal kniepen naar voren, zeg maar? Dat mensen dan zeggen van... Hey, hoe gaat het vandaag? Ja, ik ga er weer met volle 60% tegenaan. Hey, hou gewoon je bek. Ja, ik moet wel, altijd, ja, ik moet wel lachen als iemand dat zegt. Ik vind het wel grappig. Ja. Wel een humor. Dan heb je humor. Toch? Vind ik. Ja. Ik moet er wel lachen. Maar goed, hoe sta ik erin? Ik sta er wel energiek in. Jij zit er lekker in voor mij nu. Ja, ik zit er goed in. Ja. Ik ben wel wat verkouden. Dat wel, maar dat is bijzaak. Maar voor de rest is het, ik probeer het rustig te houden in mijn hoofd. Maar het wordt wel wat drukker aan het einde van het jaar. Hè? Maar voor de rest sta ik, ik zit er goed in. Ik mag niet klagen, dat ga ik ook niet doen. En dat vind ik wel, ik klaag echt minder de laatste jaren. Nee, dat is ook wel mooi. Jij zegt, ik ben verkouden, dat is bijzaak. Maar dat is... voor jou nu bijzaak, omdat je daar zo sterk in staat. Ja. Maar voor een ander kan dat op dit moment zijn hele leven tekenen. Ja. Nee, maar kijk, ik werk met Antonius van Leeuwen ziekenhuis. Zeker één keer in de maand. En dan word je gewoon even op je plek gezet. Dan komt... Dat is het kankerinstituut. Ja. Ja. Dan komt dus van alles binnenlopen. Jong, oud, met... een tumor of een kanker of zo. Een vorm van kanker. Een vorm van kanker. En dan word je wel gewoon even een soort van op je plek gezet. Als ik het zo zeg. Als ik even met je benen weer op de grond gezet. Ja. Gewoon dat je even niet mag zeuren. Even relativeren van oké, waar loop ik nou net over te janken? Ja. Of dat het weer regent. Ja. Weet je wel? En nu inderdaad met wat er allemaal in Gaza gebeurt. En Palestina en Israël en zo, weet je wel. Er zijn echt heel veel mensen die het echt veel slechter hebben. En dan vind ik gewoon niet dat ik... kijk, in een moment dat het even tegen zit, mag je best even balen. Maar dat, voor mij is het balen 1 of 2 minuten. En dan moet de knop om. Moeten er nieuwe opties komen. Hoe gaan we het nu doen? Wat gaan we doen? Blijven relatief. Ja, en dan gaan we weer verder. Dus op het moment kan je best een tegenslag hebben, maar de knop moet weer om. En... de laatste tijd werkt dat heel goed. En ik ben soort van blij dat ik daar werk. En dat ik soms weer op mijn plek gezet word, zeg maar. Ja. Want ook ik kan soms gewoon, of dan slaap ik te weinig, weet je wel. Of dan heb ik gewoon iets meer stress omdat ik iets ben vergeten op te schrijven of zo. Qua werk. En dan kan ik heel veel in mijn hoofd gaan zitten stressen, zeg maar. En gaan zeuren. Ook op mezelf. En dan, goed, dan denk je weer even, wat zou Pascal doen? Ja. Dan denk ik dat. Nou ja, dan ga ik gewoon even weer rustig worden ergens. En dan zet ik de knop weer om. En dan gaan we gewoon weer. Ja. Maar hoe sta jij in het leven? Hoe lang hebben we nog? Ik wil zeggen, hebben we nog 3 uur of niet? Ja. Nee. Nee, op dit moment is het bij mij een beetje stroef. Plausibel. Tenminste stroef, ja. Ik zit een beetje tussen schip en wal. Ja. Twee keer slapen. Ja, ook nog eens. Laatste anderhalve week. Ja, dat gebeurde eigenlijk ook niet meer. Hilversum wel een paar keer. Ja. Toen begon ik net bij je. Ja. Nee, maar... ik heb het beetje het gevoel dat ik tussen de aarde en de... in het heelal zweef. Ja. Dus ik heb zeg maar niet echt een doel op dit moment. Nee. Maar daar wordt aan gewerkt. Daar wordt zeker aan gewerkt. Maar goed, het helpt mij ook wel weer mee om inderdaad die dingen van andere mensen niet te zien en te horen. Dus wat dat er gaat, is dat wel weer een positieve. Ja. Als de dingetjes in de lift en dat soort gekkigheid. Maar... ja. En morgen ga je weer mee sporten. Dus, er moeten dan dingen gewerkt worden. Ja. Nee, sporten moet weer opgepakt worden. Nee, ik wil niet zeggen dat ik in een depressie zit, maar... er zijn wel dingen die even opgelost moeten worden. Even iets minder.
zit even iets minder, ja. Ja. Ja, volgens mij wilde je daar ook nog een keer een podcastje aan wijden. Ja. Maar, nou ja, voor nu... Ja, maar hoe sta je er nu in? Enigszins wel positief. We gingen maar een podcast opnemen, dus dat is leuk. En ik werk nog elke dag. Ja, dat is ook leuk. Ik ben bij een psychiater geweest die zegt... Nou, als jij nog met de leuke, goede moed elke dag naar je werk gaat... Hij zegt, dan ben je hier denk ik nog niet aan het goede adres. Oh. Dat is op zich positief. Ja. Maar, ja. Nou, we doen filmpjes maken. Nee, ik sta een beetje op pauze, heb ik het gevoel. Ja. Maar we doen toch filmpjes maken en dit soort dingen. Ja. Toch, Ene keer is het wat moeilijker erin te komen dan de andere keer. Maar als ik er dan inderdaad eenmaal in zit, dan gaat dat wel goed. Ja. Dus ja, nu ik voel me een beetje dat ik geleid word op dit moment. Ja. En dan door mijn omgeving of door een hogere macht. Ja. Maar er wordt aan gewerkt om mezelf weer te aarden. Ja. Nou, dat is dan een mooie afsluiter. Ja. Dan gaan we hem gewoon afsluiten hier ook. Bedankt weer voor het luisteren. Zeker. Hij is even iets korter dan de vorige, geloof ik. Dus dat maakt niet uit. Even lekker. Dat maakt zeker niet uit. Nee. Maar ja, bedankt voor het luisteren. Stay tuned. Stay tuned. Want er komt zeker meer. Er komt zeker meer. Wij hebben nog wat onderwerpen die we willen aankaarten. Ja. En over willen hebben. We krijgen nog gasten. Ja, zeker. Kunnen we wel zeggen. Zeker sowieso eentje. Maar dat later. Ja. Ja, dit is dus ons kanaal Pak 'em. En bekijk ons kanaal voor werk, sport en grappige content. En, scan deze QR-code. Scan deze QR-code. En wil je nou deze podcast draaiende houden, stort een donatie op 0900-84-4. Kleine bijdrage helpt. Helpt enorm. Ja, helpt enorm. Nee, dat volgt allemaal nog. Ja, dat volgt. We gaan ook sowieso een eigen site krijgen. Pak hem de podcast. Dus. Yes? Yes, mensen. Oké. Later. Hoi. Het is wel jammer dat je niet zegt bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Ja. Tot de volgende keer. Ja. waar moest je kijken? Waar moet ik kijken? Ik zie hem niet. Hallo? Waar is het beeld?